Geachte aanwezigen, welkom bij deze academische zitting waarop professor Merkies zijn leerstoel functionele klinimetrie bij chronische ziekte in het bijzonder neuromusculaire aandoeningen zal aanvaarden. Mijn naam is Stef Kremers, ik ben vice-decaan van de faculteit Health, Medicine en Life Sciences en uw prorector bij deze zitting. En deze zitting is heel erg bijzonder voor Ingemar en zijn naasten. Professor Merkies is geboren en opgegroeid in Curaçao en nadien verhuisd naar Nederland. Hij wilde aanvankelijk wiskunde gaan studeren, maar toch heeft hij gekozen uiteindelijk voor geneeskunde. En tijdens zijn opleiding neurologie is hij begonnen met onderzoek naar uitkomstmaten, de klinimetrie. Wat eigenlijk toch best wel veel raakvlakken heeft met wiskunde. En na de opleiding tot neuroloog heeft hij gewerkt als neuroloog in het Spaarne ziekenhuis en nadien is hij teruggegaan naar Curaçao om zich daar in te zetten voor aanvankelijk de neurologische zorg voor de bevolking en om zich later als lid van de raad van bestuur van het Curaçao Medical Center zijn steentje bij te dragen aan de gezondheidszorg voor zijn eiland. Professor Merkies is de ontwerper en grondlegger van de Perionams-studie, waaraan 25 internationale centra hebben meegedaan en waarmee uiteindelijk is gelukt om een core set van uitkomstmaten te definiëren voor inflammatoire neuropathie. En dat is een prestatie van formaat, heb ik mij door insiders laten vertellen. De ambitie is om kennis en het denken van over uitkomstmaten te beïnvloeden, zodat onderzoek naar met name chronische aandoeningen wezenlijk kan worden verbeterd, met uiteindelijk ook betere en doelmatige zorg tot gevolg. Dit alles doet hij vanuit de sterke overtuiging dat hij andere mensen moet en wil dienen. Voordat ik hem het woord geef, wil ik één belangrijk persoonskenmerk van Ingemar uit de doeken doen. Hij staat erom bekend dat hij zich enorm kan vastbijten in thema's die hij belangrijk vindt. Hij vindt het een uitdaging om tegen de stroom in te roeien, om zijn passie hoog op de agenda te krijgen. Vandaag is roeien niet nodig, denk ik. Ik denk dat je de wind in de zeilen hebt. Je kunt je mee laten varen op de stroom van positieve energie die ik nu al vanuit de zaal voel. Om je passie en je gedachten met ons te delen. En daarom geef ik graag het woord aan professor Ingemar Merkies voor zijn inaugurele reden, getiteld Voor de zorg van morgen, klinimetrie, meten en ordenen, inbedden in onderwijs. Staan we dan. Goedemiddag iedereen. Geachte professor Stef Kremers, vice-decaan van de Faculty of Health, Medicine en Life Sciences. Mooie woorden. En ik vraag me toch af of het over mij gaat. Dan kent u mij ook meteen. Geachte leden van de Raad van Bestuur van Maastricht UMC+. Geachte collega hoogleraren, dank u wel voor uw aanwezigheid. Geachte collega's, lieve vrienden, familieleden en geachte belangstellenden. Allereerst wil ik u van harte bedanken voor uw aanwezigheid nogmaals bij dit plechtig gebeuren van eigenlijk een gewone jongen uit Curaçao. Eerlijk gezegd ben ik buitengewoon verbaasd, en mijn dochter zou zeggen binnen ook, dat er zoveel mensen hierop afgekomen zijn. Velen hebben mij gezegd en op het hart en hersenen gedrukt, het is een fantastische dag, this is fun. Dat dit een bijzonder moment zou moeten zijn en dat ik echt ervan moest gaan genieten. Een soort liefde. Gevoel, verbinding creëren tussen hart, hersenen en om de longen niet te vergeten. Nou, degenen die mij goed kennen, weten hoe graag ik in het middenpunt van een belangstelling sta zoals nu. Het Curaçao Medical Center kent bijvoorbeeld een driekoppig bestuur en aan deze deuren kunt u gewoon direct gewoon zien het verschil, hoe blij ik ben dat ik hier nu sta. Mijn lichten staan 24/7 uit. Ik vergader in het donker. Lichtknop ontbreekt ter validatie van datgene ik gewoon graag wens. En de medisch directeur zit met zijn rug naar de deur. Desalniettemin wordt het werk wel gedaan. U zult begrijpen dat er niet beter op wordt dat het vandaag 11/11 is. Niet wetende dat het carnavalseizoen is begonnen hier in Maastricht.
En dat het een bijzondere dag schijnt te zijn. En mijn inaugurele reden schijn ik niet alleen bijvoorbeeld in Maastricht UMC Plus te houden, maar ook in het UIL Plus, waar een transformatie gewoon geschiet van een universiteit, waar mensen op deze foto's gewoon te zien volledig het dak schijnen te gaan in deze periode, met bijzondere uitgenodigden dan ook nog eens. En als klap op de vuurpijl heb je een paar wijze mannen als vrienden, niet uit het oosten, maar uit hoofddorp Nieuw-Vennep in regio, die erop attenderen dat het een leuk verkleed partijtje zou gaan worden. En cynisch grinnigend zitten ze tussen jullie. En als cherry on the cake zegt je dochter ook nog eens, ga je jurk aantrekken. Eerlijkheidshalve moet ik u wel bekennen dat deze wijze mannen ook nog eens gelijk hebben, weten dat de meeste toga's, en zeker die van Maastricht UMC Plus, door Jan Vree bedrijf wordt gemaakt. Een van de grootste leveranciers van carnavalskostuums. Nou, dan weet u dat ook. Mijn leerstoel. Mijn leerstoel is getiteld, zoals eerder aangegeven, door professor Kremers, functionele kinemetrie bij chronische ziekten en het bijzonder bij neuromusculaire aandoeningen. Graag wil ik gebruik maken van de gelegenheid u een korte uitleg te geven over de titel. Het woord functionele wijst op het dagelijks functioneren van ons allemaal als mens. Zeg maar wat we elke dag gewoon doen. Van netjes gekleed zijn zoals een ieder hier nu is, voorafgegaan door douchen, dat was het hoop ik, poederen, opmaken, aankleden, haren kammen voor degenen die dat kunnen doen. Ik kan u zeker vertellen dat dat ook cultureel bepaald is, autorijden als voorbeeld. Het kernwoord van mijn leerstoel is kinemetrie, de leer of wetenschap die zich bezighoudt met het beoordelen naar optimaal of niet optimaal zijn van uitkomstmaten, hoe deze te verbeteren zijn of juist op te zetten, zeg maar meetlatten, die gebruikt worden om in dit geval het functioneren of minder functioneren van de patiënt te meten in de kliniek en bij opzetten van studies om bijvoorbeeld het effect van een nieuwe medicatie te toetsen. Kinemetrie richt zich dus primair op het ontwikkelen en toepassen van methoden om de meeteigenschappen van bestaanbare en nieuwe uitkomstmaten te evalueren en twee, met als doel de kwaliteit van uitkomstmaten te verbeteren en dus ook het beter meetbaar maken van een klinisch verschijnsel. Hiermee wordt ook de basis gelegd te worden voor het verbeteren van de zorg die voor de patiënt als relevant wordt gezien, zogenaamde betere waardegedreven zorg. Functionele kinemetrie pas ik toe bij patiënten met chronische aandoeningen. We weten allemaal dat de gezondheidszorg te maken heeft met een vergrijzing van de bevolking, met als gevolg steeds meer patiënten die langer leven met chronische aandoeningen en bijbehorende functionele beperkingen. Tegelijkertijd is er een positieve ontwikkeling betreffende de diagnostische, ondersteunende en therapeutische mogelijkheden bij diverse chronische ziektes, zoals bijvoorbeeld neuromusculaire aandoeningen, waarvoor tot voor kort geen behandelingen bestonden. Als gevolg hiervan is er een toename van klinische studies bij chronische aandoeningen, waarbij het goed en betrouwbaar vastleggen van de klinische veranderingen door medische interventie essentieel is. Hiervoor zijn optimale uitkomstmaten nodig die voldoen aan diverse vereisten, verankerd in de wetenschap genaamd kinemetrie. Het vertrekpunt van mijn leerstoel ligt bij de neurologie, een discipline uitgaande van de hersenen, het ruggenmerg, de zenuwen en spieren dat bij uitstek met chronische ziekten te maken gewoon heeft. Het deelgebied neuromusculaire aandoening richt zich op aandoeningen van het perifere zenuwstelsel en de spieren en betreft een zeer diverse groep van vaak zeldzame ziektebeelden. Op zoek naar een gepaste titel voor mijn inaugurele reden kwam ik achter op basis van mijn ervaring over de afgelopen 25 jaar in de kliniek en als bij wetenschap, dat kinemetrie relatief onbekend en derhalve vaak ook onbemind is. Respectvol bij de meeste gevestigde klinische experts en wetenschappers. Door het ontbreken van onderwijs in de geneeskundige opleiding kan je de klinische experts en wetenschappers ook niet kwalijk nemen dat men vasthoudt aan oude gewoontes, tradities van het meten binnen de zorg. Ondanks het feit dat onomstotelijk bewijs geleverd wordt dat het anders zou moeten. We worden getraind om diagnoses vast te stellen zonder mee te worden genomen in de wonderenwereld, zou Griet Titelaar zeggen, van kinemetrie. Vandaar voor de zorg van morgen. Kinemetrie meten en ordenen, inbedden in onderwijs. Inbedden in onderwijs brengt hoop met zich mee naar de toekomst toe. De jonge hersenen zijn flexibeler, makkelijker te kneden, meer plastisch om nieuwe visies te adapteren.
al heb ik de hoop niet opgegeven bij de ouderen. Geachte collega's, lieve vrienden en familieleden. Graag wil ik u in de komende 30 minuten informeren over enkele aspecten van mijn leerstoel functionele kinemetrie bij chronische ziekten aan de Universiteit van Maastricht. Het is evenwel onmogelijk u alles te laten zien. Deze leerstoel is ingebed bij de vakgroep Neurologie van de Faculty of Health, Medicine and Life Sciences en is gepositioneerd binnen de onderzoeksschool Mental Health and Neurosciences, een van de 6 onderzoeksscholen. De klinmedische evaluatie van uitkomstmaten bij chronische aandoeningen en in het bijzonder bij neuromusculaire ziekten is ongeveer 20 jaar geleden begonnen, geïntroduceerd in Maastricht UMC Plus. En sindsdien heeft de Maastricht UMC Plus een vooraanstaande plaats in Nederland en internationaal verworven met een actieve betrokkenheid bij het ontwikkelen van uitkomstmaten en uitvoeren van internationale studies bij diverse neuromusculaire aandoeningen. In dit verband voel ik me een gezegend en dankbaar mens en prijs ik mij gelukkig met deze leerstoel en meer met onze onderzoeksgroep die zo'n vooraanstaande positie heeft weten in te nemen, waarvan ik een dienaar voor mag zijn. Alvorens u te gaan vertellen wat mijn plannen zijn voor de komende jaren, wil ik u mijn verhaal vertellen. Niet voor mij, maar als voorbeeld voor anderen van en voor ons land, zowel in Nederland als de eilanden binnen het Koninkrijk. Wie ben ik? Wat wil ik? Waar ik vandaan kom? En ook wil ik stilstaan bij enkele voorbeelden uit de klinmedische wereld ter illustratie van haar waarde. Ik ben dankbaar aan jou voor je steun en bijdrage in mijn vorming. Dankbaar terug te mogen geven en bij te dragen aan de vorming van de anderen. Ik wil geen hoogleraar zijn die graag spreekt over aspecten als veranderingen in onze kosmos, laatste bestseller over Aristoteles of alleen naar Science en New England Journal of Medicine verwijst, of als een pauw aangeeft hoeveel publicaties hij op zijn naam gewoon heeft. Nee. Of erkenning verwacht via verdiensten in het leven alsof dat genoeg prikkelend werkt. Maar meer een hoogleraar zijn als mens, geboren en getogen op Curaçao, met 7 maanden oud, het 12e en laatste kind. Net werd er gewoon echt geschrokken toen ik zei van ik ben de jongste van 12. Gewoon ter wereld gekomen in ons moederlijk huis zonder neonatale zorg. En toch overleefd. In de Corcobaastraat 12, te Maribampoen, een rechte straat met een kromme naam, net als de gelijknamige vis beweegt. En met trots draag ik deze essentie, mijn afkomst, waar mijn reis begonnen is. Ik wil een mens zijn met simpele doelstellingen voor ogen. Altijd, maar dan ook altijd, ondergeschikt zijn aan het wel en wee van de ander. De ander willen dienen, angst en onzekerheid willen weghalen, bijvoorbeeld bij onze geliefde patiënten. De ander willen verrijken en ook een voorbeeld voor de ander te willen zijn, met name voor onze Gente del Caribe. Besef dat niets, maar dan ook niets of niemand, welke situatie of beweging dan ook, afkomst, kleur of ras, je dromen kan blokkeren, zolang jij vanuit je eigen zijn, geloof en zelfrespect blijft denken en handelen. Dit staat of valt met het besef elke keer maar weer om nooit te vergeten waar je vandaan gewoon komt, wat je afkomst is, wat voor mogelijkheden welk land je dan ook gegeven heeft en terug kunt doen binnen het Koninkrijk in de breedste betekenis van het woord en hoe wij als mens, simpel van geest, tot de meest geniale en sluwe gekken onder ons, dienend toch kunnen zijn. Dit schrijven weerspiegelt wat ik als mens geabsorbeerd heb door de jaren heen, wat ik wil zijn en wat voor boodschap ik je wil geven vanuit nederigheid. Dit schrijven is gericht aan onze jongeren van de eilanden. Vanuit mijn achtergrond wil ik een voorbeeld zijn voor de jonge zorgprofessionals vanuit het Caribisch gebied. Een van de belangrijkste exportproducten, onze eilandskinderen. We geven ze basisschool, middelbare school en een beurs om te gaan studeren en 95% komt niet terug. En hopelijk zal dit wel binnenkort gaan veranderen, zeker als het aan mij ligt vanuit mijn bestuursfunctie. Tijdens mijn studie geneeskunde wil ik stoppen, professor Kremers, met geneeskunde en wil ik wiskunde gaan studeren. Een prachtige switch, dacht ik. De hoge cijfers hebben mij één ding wijsgemaakt, althans dat dacht ik, en dat ik niet van mensen hield of niet met de mens kon omgaan. Mijn patiënten denken er overigens anders over. Gelukkig was mijn moeder daar, als reddende engel, na een week volledige stilte, waarbij het eten op tafel werd gezet, zonder een woord met mij te wisselen, hoorde ik luid en duidelijk haar stem en had ik geen keus.
Met dankbaarheid voor haar glasheldere vorming heb ik besloten, deels gestranguleerd, mijn studie geneeskunde af te ronden. Maar zoals wij op Curaçao zeggen, Dios te aprieta per nota horca, oftewel God knijpt, maar wurgt niet, werd ik tijdens mijn opleiding gered door een onderzoekslijn genaamd klinimetrie. Mijn uitweg, dacht ik. Mijn interesse in klinimetrie werd gewekt vanuit het niet kunnen begrijpen van sommige observaties. Dit is een voorbeeld. Zo was er een 39-jarige mevrouw opgenomen op 6 Zuid in het Erasmus MC waar ik ben opgeleid in verband met epileptische trekkingen linker lichaamshelft op basis van uitgezaaide borstkanker naar het hoofd. Tijdens een grote visite de volgende dag zei de hoogleraar stellig: kracht, linkerbeen, normaal. En linkerarm 3+. Terwijl de patiënt niet kon lopen. Ik begreep er werkelijk helemaal niets van. Ik dacht, het zal wel aan mij liggen, want ik begrijp heel veel dingen in het leven soms niet. Wat ik wel wist, is wat mijn oudere broer ooit eens tegen mij gewoon zei: niet alles wat je ziet, hoort, hoeft de waarheid te weerspiegelen. Zo kan ik een van jullie bijvoorbeeld uit de zaal gewoon vragen om naar de zwarte dots gewoon hier te kijken en te tellen, maar de facto bestaan die er gewoon niet. Klinimetrie, iets wiskundigs binnen de geneeskunde, bleek een nogal onbekende entiteit te zijn en niemand die ik kende kon mij inhoudelijk een richting geven. Men wist dat het bestond, maar daarmee was alles gewoon gezegd. Wat het precies was en hoe het toegepast moest worden, was onbekend. Gelukkig boden trainingen in Leeds en Leuven mij de uitkomst en zeker literatuur afkomstig vanuit AMC, want die hebben uiteindelijk klinimetrie binnen Nederland geïntroduceerd. Het getal dat nog abstracter was geworden voor mij in de geneeskunde begon waarde te krijgen. Echter, als trials gepresenteerd werden met evidence-based positieve uitkomsten, bemerkte ik bij mezelf niet zelden een gevoel van rebellie, waarbij ik steeds vaker de vraag ging stellen of het allemaal meetkundig gezien wel klopte binnen de zorg. Initieel was het antwoord heel simpel, ja, omdat de professor dat zei en ik in stilte dat voor zoete koek nam. Vragen over de klinimetrie aan de professor werden met de grootste voorzichtigheid voorgelegd. Deze werden vervolgens beantwoord, zou ik haast zeggen, religietechnisch gezien met de litanie aan woorden, ter afwending van een soort algemene zonde. Ik weet het gewoon eigenlijk gewoon niet. Mijn boodschap: neem alles aan, maar pas nadat je jezelf hebt overtuigd van de wetenschappelijke waarde dat het daadwerkelijk gewoon klopt. En twijfel het meest als je het zeker weet, ook in de dagelijkse zorg naar onze geliefde patiënten. Vergeet namelijk niet, met de drang die sommigen hebben om te scoren en pronken, en helaas bij sommigen van ons zeker aanwezig, komt de terroristische van onze opleiding naar boven, waarbij wij jaren hoorden: dit is de waarheid en niks anders dan de waarheid. Wat de dokter denkt, kan zeker de waarheid vertegenwoordigen, maar nog belangrijker is wat de dokter met die gedachten gewoon doet. Het zijn op dat soort momenten, op je top van je kunnen, blakend van zelfvertrouwen, je weet het zeker, waarop je moet realiseren dat de kans bestaat dat je je grootste fouten zal maken als dokter. Alsof de devil je zal straffen of je zal treffen at your highest moment. Blijf nadenken, ondanks het feit dat ik je suggereer dat je alles wat de professor zegt eigen moet maken, maar pas nadat je eigen hebt gemaakt door toetsing. Tijdens mijn opleiding wist ik als database, want zo heb ik mezelf ervaren ook niet, dat er diverse vormen van data bestonden en wat de karakteristieken hiervan of van de bijbehorende uitkomstmaten zouden moeten zijn. Ik was daar nooit in gekend of getraind gedurende de gehele opleiding. Toen Melanie, mijn dochter, recentelijk een vrijstelling vroeg om hier te zijn, wisten haar medestudenten niet wat klinimetrie was, dus het is heden ten dagen nog altijd aanwezig. Wellicht u dat wel weet, maar ik wist ook niet het verschil tussen observatiedata en latente data, waarvan u enkele voorbeelden hiervan ziet. Zo kwam ik achter, voor latente data, dus niet tastbare data, dat er vaak vragenlijsten gebruikt worden, maar deze niet zomaar opgesteld kunnen worden. Ik had ook geen weet van type data als nominaal, ordinaal, interval en ratio. Letterlijk niet, daar wist ik echt helemaal niets van. En voorts wist ik ook niet dat de laatste twee genoemde daadwerkelijk getalsdata weerspiegelen, in tegenstelling tot de eerste twee die meer descriptief zijn, lees, geen numerieke waarde hebben. En gek genoeg worden bij klinische studies vaak dit soort ordinale vragenlijsten gewoon gebruikt om latente, niet aanraakbare waarden, waar wij als dokter in geïnteresseerd zijn, te meten.
De volgende ziet u een aantal vormen van type data. Nominaal, bijvoorbeeld geslacht en bloedgroep. Nou, net hebben we gehad over de ordinale uitkomstmaten, de algemeen gebruikte in klinische studies. Maar bedenk dat je hooguit een rangschikking kan geven. Nou, hoe werkt het dan in de praktijk? Stel dat je een vragenlijst hebt zoals deze met vier vragen en vier keuzemogelijkheden. Je vraagt de patiënt dat gewoon in te vullen en vervolgens wat wij als doktoren gewoon getraind, de manier waarop we getraind zijn te doen, is simpelweg de uitkomsten op te tellen. Maar eerlijk gezegd, op het niveau van de vragen, de veranderingen tussen opeenvolgende keuzemogelijkheden bij een vraag is onbekend. Dus keuzemogelijkheid tussen onmogelijk naar erg moeilijk of naar moeilijk. We geven het wel een arbitrair getal, maar de afstand is onbekend. En bij optellen verwachten wij dat een gelijke bijdrage van elke vraag tot de totaalscore zal bijdragen. Maar zoals u hier in het voorbeeld van opgestapelde dozen ziet, is het zeer onwaarschijnlijk. Op schaalniveau creëer je een totaalscore en het wordt vaak gewoon gebruikt alsof het een lineaal is met een vaste eenheid, alsof je de lengte van de patiënt aan het meten bent, maar de facto is dat ook niet zo. En dat maakt het juist moeilijk op het moment dat je een afkapwaarde hebt bij een bepaalde studie, bijvoorbeeld 2 op een schaal van 0 tot 28, dat die 2 punten verschil overal in de hele lengte van zo'n schaal eenzelfde waarde blijkt. Of betekenis zou moeten hebben, hetgeen ook niet waarschijnlijk gewoon is. Nou, intervals uitkomstmaten kennen we wel. Voor de Curaçaoënaar is het gewoon verdomd koud, kan ik nu zeggen, buiten. Dat is echt een intervals uitkomstmaat. En ratiodata is gewicht en lengte. Samenvattend, nominale data kan je hooguit de karakteristieken beschrijven. Alles wat ordinaal is, kan je hooguit rangschikken en heeft geen getalswaarde, terwijl interval en ratio dat wel hebben. De karakteristieken van uitkomstmaten zijn essentieel, zowel de traditionele als de moderne. Zo kan de dokter beter begrijpen dat een lijst met vragen aan bepaalde voorwaarden zou moeten voldoen. Uitkomstmaten moeten simpel zijn, weinig tijd gewoon met zich meebrengen. We moeten meten datgene wat hoort te meten, betrouwbaar, consistent en reproduceerbaar. En daadwerkelijk relevante veranderingen in de tijd gewoon pakken. Traditioneel beschouwen we deze determinanten als onderdelen van de basis voor een stevige klimmetrische benadering van welke ziekte, van welke studie dan ook. Op zich is dit geen rocket science, maar u zult straks gewoon zien bij de moderne benadering dat er heel wat gewoon additioneel gewoon bij komt kijken. Betreffende bijvoorbeeld met betrekking tot responsief zijn, kan je afvragen wat de klinische waarde is van veranderingen die gezien worden bij patiënten bij een interventie. En wellicht nog belangrijker, wie degene moet zijn die mag bepalen en aangeven wat het responderen betekent. Is het de patiënt als expert over zijn of haar eigen lever of de dokter, of de klinisch getrainde expert, of vanuit een gezamenlijke benadering, zogenaamde shared decision making. Waar de geneeskundige opleiding meer aandacht voor moet hebben, en ik hoop een bijdrage vanuit mijn leerstoel te kunnen geven, is het feit dat een dokter naast primair getraind te worden in het herkennen en vaststellen van diagnose en toepassen van vigerende behandelingsmogelijkheden, ook opgeleid dient te worden hoe de effecten van een behandeling precies gemeten moeten worden en ook geïnterpreteerd dienen te worden. Los van het feit dat het responderen vele gezichten heeft, zoals in dit plaatje laat zien, vele manieren van benadering kent, een studie op zichzelf ook gewoon is. Dat de bloeddruk binnen bepaalde marges dient te vallen, is vanzelfsprekend. Dat in de oncologie harde uitkomsten zoals survival genomen worden, is ook begrijpelijk. Maar de geneeskunde kent jammer genoeg veel meer ziektebeelden en per ziektebeeld nog meer uitkomstmaten waarvoor het in de opleiding nauwelijks aandacht aan wordt gegeven. In mijn ogen kan dit een gevaar vormen voor de toekomst van de interpretatie van de geneeskundige dynamiek. In ieder met pijn op de borst worden we getraind, zal bij de cardioloog gewoon komen, met heupklachten bij mijn vrouw als fysiotherapeut of bijvoorbeeld bij de orthopeed. Maar als het om gaat om veranderingen bij een ziektebeeld te meten, gaan we ervan uit dat juist de getrainde artsen als klinische experts het vermogen hebben om veranderingen te begrijpen en studies uit te voeren, terwijl klinimetrie een vak op zichzelf gewoon is. Een combinatie van medicus zijn met kennis van klinimetrie of een methodoloog met kennis van de kliniek, of de dokter en methodoloog zeer nauw getrouwd met elkaar samenwerken en elkaars taal gewoon begrijpen, zou de meest veilige vorm zijn om met alle benodigde attributen zo dicht mogelijk bij de patiënt te komen.
Karakteristieken van uitkomstmaten vanuit moderne kinemetrie zijn, additioneel, zeer essentieel. In de volgende slides zal ik u illustreren wat de waarde van een moderne benadering is en met name wil ik laten zien dat er vele aspecten zijn die wij simpelweg vanuit de traditionele manier met onze blote ogen als doktoren simpelweg niet zien. Het is alsof je een zesde of een zevende zintuig gewoon moet ontwikkelen. Een voorbeeld van de moderne kinemetrie is het RASH-model, wat simpelweg gebaseerd is op logische aannames, oftewel een moeilijk uit te voeren taak staat in relatie bijvoorbeeld tot de ernst van aangedaan zijn van de patiënt. Dus een patiënt die meer ziek is, zal een kleinere kans hebben om moeilijke taken uit te voeren. Het RASH-model geeft aan dat de kans dat een patiënt een opdracht of een vraag correct uitvoert, afhankelijk is dus van de ingewikkeldheid van een taak of van de vraag en de mate van ziek zijn van de patiënt en weet ordinale maten zo verkregen simpelweg te transformeren naar interval, waardoor er een numerieke waarde bij komt kijken en plaatst allebei op een lineaal met een vaste eenheid, de logits. Op de bovenrij ziet u bijvoorbeeld de ernstig aangedane patiënten tot de minder aangedane patiënten en het is op basis van hiervan dat de probabiliteit van een minder aangedane patiënt de kans groter is dat de patiënt daadwerkelijk een ingewikkeldere of moeilijkere taak zou kunnen uitvoeren. Hier ziet u de achtergrond van de gedachte, maar daar ga ik ook heel snel gewoon doorheen. Daar hoeft u niet mee lastig te vallen. Maar zoals wij hier zitten, onze kinderen doorgaans hebben hiermee te maken. Een achtergrondsmodel van het RASH is precies hetzelfde wat je ook bij de CITO-toets wordt toegepast. En ik geef hier als voorbeeld een Nederlands tijdschrift van geneeskunde, 20 jaar geleden publicatie vanuit AMC, die dat op een hele eigenlijk vrij simpele wijze dat uitlegt voor de geïnteresseerden onder ons. Hoe werkt dat nou in de praktijk? Want het RASH-model kan ook datgene er bestaat gewoon toetsen. Hier ziet u een publicatie dat we hebben gedaan gewoon ongeveer ruim 20 jaar geleden over vermoeidheid. En de uitkomstmaat die we hebben gebruikt bestaat uit 9 vragen waarbij de patiënt gewoon 7 keuzemogelijkheden had per vraag. Van strongly agree tot of disagree tot strongly agree. Normaal gesproken vult de patiënt dat gewoon zo in. En je telt dan traditioneel, tel je gewoon alles bij elkaar en dan ga je doen alsof het een lineaal is en daar werk je gewoon mee. Maar de vraag is, zoals eerder aangegeven, of de afstanden tussen de keuzemogelijkheden wel gewoon gelijk zijn. Die getallen die we immers gewoon zien hier, 1 tot en met 7, zijn arbitrair gewoon gekozen. En sterker nog, je kan je dus ook afvragen of de patiënt in staat is onderscheid te maken tussen deze 7 keuzemogelijkheden. Traditioneel gezien zou ik ja zeggen, maar RASH-analyse helpt je inzien op een grafische manier of de patiënt in staat is dat wel of niet te kunnen. Dit is een voorbeeld die ik nu aanhaal. Nou, hier wordt het een stukje technisch, maar het RASH-model geef je op het moment dat de patiënt onderscheid kan maken tussen keuze 1 tot en met 7, die geef je het een soort bell-shaped, een soort belachtige figuur, zoals hier gewoon laat zien, waarbij de kruispunten tussen aangrenzende keuzemogelijkheden ook geordend moeten zijn. Of lees T1, een kruising tussen een keuze 1 of 2, kleiner moet zijn dan T2 tot en met T6. En als je dat hebt qua modellering, dan wordt gewoon gezegd, dit is een ideaal beeld met goede afkapwaarden. Dus als u dat vasthoudt, zijn we vervolgens gewoon gaan kijken bij patiënten met inflammatoire neuropathieën, in hoeverre bijvoorbeeld dat ook terug zou komen. En wat we zagen, we hebben 1 vraag eerst bekeken, oefeningen geven mij vermoeidheid, en dit is wat wij zagen. En het bleek dus bij alle 9 vragen hetzelfde te zijn. Dus concluderend, de patiënt was niet in staat, ondanks het feit dat we 7 keuzemogelijkheden hebben gegeven, onderscheid ertussen te maken. Maar als je kritiek hebt, moet je ook durven bijvoorbeeld oplossingen aan te dragen. En het model helpt je dus ook te toetsen, na te gaan, wat wel gewoon mogelijk is voor de hersenen van een volwassene. Bij kinderen is het digitoon, ja of nee. Terwijl volwassenen eigenlijk maximaal 4 keuzemogelijkheden kunnen onderscheiden. Dus daar hebben we dat vertaald. Van de 9 vragen waren de 2 redundant, waren niet nodig en de keuzemogelijkheden werden gewoon verlaagd. En dan vervolgens is dat ook weer gevalideerd binnen de inflammatoire neuropathieën. En zo heb je een cirkel als het ware gewoon rond. Takes time, maar dan heb je ook wat. Voor de krachtmeting aan bed
wordt Melanie bijvoorbeeld nu ook getraind dat ze de MRC-gradering moet gebruiken. Nou, ideaal. Qua modellering ziet het er zo uit. Dus het is een systeem wat van 0, van totale paralyse, tot 5 gewoon gaat, normale kracht. En we hebben besloten eerder ruim 1000 patiënten van publicaties, echt seminale publicaties, zeer belangrijke publicaties te verzamelen. Waarbij we naar 72 spieren hebben gekeken en we hebben gewoon gekeken of de eerstejaarsstudent het beter zou doen dan de professor als expert. En hier is een voorbeeld van de bilspier. Het model vertelt hier, hey, je kan goed onderscheid maken, dus codeerden we gewoon groen. En terwijl een duimmuisspier een ratje toe liet zien en dat werd als rood gecodeerd. We zijn vervolgens bij de 72 spieren gaan kijken en dit is het beeld wat we uiteindelijk zagen. Dat ongeveer 75-80%, en dit vormt tot de dag van vandaag de basis van de neurologie, 80 jaar lang. Maar waarvan u zich kunt afvragen wat we precies aan het doen zijn. Ook hier hebben we oplossingen aangedragen waarbij de mens hooguit dit kan onderscheiden. Ik wil niet zeggen dat je de gewone MRC niet kan gebruiken, maar je kan het alleen maar gebruiken voor rangschikking, omdat het een ordinaliteit gewoon is en geen getalswaarde. De moderne klinometrie beschermt ook de patiënt. Je kunt alles vragen aan de patiënt om zijn haar lijden, gekoppeld aan een ziektebeeld, goed in kaart te willen brengen. Maar sta soms echt stil als medicus of het allemaal wel nodig is datgene wat gevraagd wordt. Als voorbeeld blijken patiënten met een suikerziekte gerelateerde irritatie aan de zenuwen, zogenaamde neuropathie, vaak vele vormen van angsten te hebben. Naast pijn aan hun voeten door neuropathie, hebben ze ook andere angsten, zoals angst voor een lage bloedsuiker, zogenaamde hypoglycemie, voor ondraaglijke pijn, voor loopproblemen of vallen, voor vermoeidheid, verlies van identiteit of isolement. Het is dan ook begrijpelijk dat al deze latente, niet tastbare determinanten het functioneren van de patiënt kunnen beïnvloeden en dat de dokter, met name de revalidatiegeneeskundigen, interesse hierin hebben. Echter, voor elke angst kan je een vragenlijst of een serie vragenlijsten uit de kast trekken. En de patiënt vragen dit in te vullen. Los van de vraag of zo'n vragenlijst klinometrisch getoetst moet zijn bij dit ziektebeeld, betekent het niet dat de verkregen uitslagen allemaal op zichzelf staan. Zo hebben wij in een studie bij patiënten met diabetische pijnlijke neuropathieën zeven vragenlijsten, zoals u hier opgesomd ziet staan, uitgezet conform... conform het verzoek van de revalidatiegeneeskundigen. In totaal werden er 88 vragen met diverse keuzemogelijkheden aan de patiënten voorgesteld. En via moderne klinometrie, de RASH-methode, hebben wij met behoud van de juiste informatie de hoeveelheid vragen weten te reduceren tot 30 meest relevante vragen in één set vragenlijst, corresponderende met ruim 2/3 reductie in de tijdsbelasting van de patiënt. En de informatie is niet teloren gegaan. Uit analyses bleek bijvoorbeeld dat bij één vragenlijst bestaande uit 8 vragen een zeer sterke correlatie bestond tussen alle vragen. Dus met andere woorden, je bent geïnteresseerd in een bepaald onderwerp en je stelt 8 vragen als een onderdeel van een vragenlijst en die bleken allemaal met elkaar sterk gecorreleerd te zijn. Dus de facto stel je 8 keer dezelfde vraag. Nou, klinometrie kan je dus helpen de patiënt daadwerkelijk gewoon te benaderen met de juiste hoeveelheid vragen, met behoud van informatie, zonder dat de belasting al te groot hoeft te zijn. Dames en heren, er zijn vele stappen nodig bij het construeren van een nieuwe uitkomstmaat. Een kort overzicht van deze stappen wil ik u meegeven aan de hand van een ziektebeeld genaamd fascio-scapulo-humerale spierdystrofie. Die geeft met name zwakte in het gelaat, schouder, bovenste extremiteiten, maar ook bijvoorbeeld in de benen. En ongeveer 20% daarvan komt in een rolstoel terecht. Een ziektebeeld wat heel veel aandacht vanuit Nijmegen door professor Van Engelen wordt belicht. De eerste vraag die men moet stellen is op welk niveau van meten, conform de internationale klassificatie van de Wereldgezondheidszorg, gemeten moet worden. Want het is buitengewoon belangrijk. We moeten beseffen dat het meten op diverse niveaus in principe los van elkaar ook hoort te geschieden. Dus lees geen samengestelde lijst van onderdelen vanuit de diverse niveaus. Onderwijs hierin is van cruciaal belang. Met andere woorden,
kijken we naar een stoornis aan het lichaam, impairments, zoals je hier kunt zien, zoals zwakte spieren, gevoelstoornissen, bloeduitslagen en dergelijke, of beperkingen in dagelijkse activiteiten, zoals douchen, aankleden, etc. Of sociale participatie, zoals werken en socialiseren, of kijken we naar het concept van kwaliteit van leven. Aangezien bijvoorbeeld zwakte aan het lichaam van spieren, metingen op interpermanent niveau tot bijvoorbeeld loopproblemen kunnen leiden, zult u ook begrijpen dat er een hele sterke correlatie tussen deze twee bestaan en kan je ook geen samengestelde vragenlijst hebben met beide niveaus aanwezig. Want dan krijg je zogenaamde opblazing op het moment dat je namelijk dat toepast in studies. Je kunt daardoor vals positieve uitslagen krijgen en tot de conclusie komen, mijn nieuwe middel werkt. En terwijl je gebruikte uitkomstmaat suboptimaal blijkt te zijn en je simpelweg met het blote oog niet kan zien, zolang je dat niet modern goed benadert. De patiënt belopen zo gevaar blootgesteld te kunnen worden aan medicatie of een interventie, terwijl het helemaal niet hoeft te zijn dat het daadwerkelijk een positieve studie is geweest, met alle gevolgen van dien of potentiële blootstelling aan bijwerkingen. En andersom horen uitkomstmaten ook gevoelig genoeg te zijn om klinische relevante veranderingen op te vangen. Anders kunnen patiënten een behandeling onthouden worden die wel degelijk blijken te werken, maar waarvan de gebruikte uitkomstmaat simpelweg niet optimaal gekozen is, bijvoorbeeld. Zo zagen wij in de trial van patiënten met een ziekte van Duchenne een erfelijk ziektebeeld met zwakte in de spieren, onder andere in de benen, substantiële verbeteringen in het dagelijks functioneren van patiënten, terwijl de gebruikte uitkomstmaat 6 minuten looptest volledig hieraan voorbij ging en de trial doorgaans negatief was, terwijl de patiënten wel beter werden. Terug naar de ziektebeeld FSHD. Nou, vanuit genetica is er hoop voor een nieuwe therapie en behandeling. FSHD is een chronische verslechterende ziektebeeld en vanuit de genetica kan dat geremd worden. Nou, op dat moment ontstaat er zoiets van, oh jee, hoe moeten we dit in godsnaam dan gaan meten? Nou, je kijkt dan naar literatuuronderzoek en om te kijken of er een lijst al bestaat. Een lijst moet niet alleen traditioneel bijvoorbeeld de basisdeterminanten hebben, maar ook modern worden benaderd. En als het er niet is, dan moet je het construeren waarbij je een juiste balans vindt tussen het klinisch beeld en de moderne basis en moderne benadering. Durf ook stil te staan bij potentiële storende factoren. Een lijst hier in Nederland gewoon gemaakt hoeft niet per se bijvoorbeeld dezelfde wijze in Canada te werken. Dus durf ook te kijken naar determinanten zoals verschil in jong of oud of geslacht, type ziektebeeld of zelfs culturele verschillen kunnen absoluut aanwezig zijn. En dat moet je ook in een moderne benadering, in een constructie, moet je daar gewoon meenemen. Nou, hier ziet u bijvoorbeeld bij een andere ziektebeeld, bij dystrofische myotoniepatiënten, bovenste lijn, waarbij een simpele vraag werd gesteld, kunt u uren gewoon staan? Nou, de Canadezen en de Nederlanders, die liggen zo'n beetje over elkaar heen. Modeltechnisch gezien is er simpelweg geen onderscheid tussen deze twee. Dus kan je dat toepassen in Canada en kan je dat toepassen ook in Nederland. Terwijl de onderste kunt u met openbaar vervoer gewoon gaan, wel een bias aanwezig blijkt te zijn. Nederlanders vonden dit vele malen ingewikkelder, maar het bleek later doordat ze dat interpreteerden als met de tram of bus gaan, terwijl de Canadees eigenlijk zo'n groot land is, ze pakken gewoon de vliegtuig. Dus het is een totale andere benadering. Maar het is het besef dat er veel meer aan de hand is, veel meer zichtbaar is, wat we gewoon simpelweg met de blote ogen gewoon niet zien. Nou, je moet vervolgens een datacollectie hebben en de FDA en de EMA, de regulerende autoriteiten, eisen tegenwoordig dat functionele niveau absoluut gewoon belicht wordt. En je moet minstens 250 patiënten hebben en 2 keer goed meten voor de betrouwbaarheidsstudies. En bij zeldzame ziektebeelden is het qua praktijk dat je internationale centra bij moet betrekken. Dus moet je ook durven stil te staan bij de interculturele eventuele veranderingen en ook stilstaan dat er regels zijn voor vertaling en terugvertaling. Dat kan niet zomaar eigenlijk van ene taal naar de andere overgeplaatst worden.
Dit is een fantastische studie vanuit Nijmegen, met ondersteuning van door ons, waarbij 762 mensen werden verzameld. 159 items van belang, functionele items. Je ziet de verdeling tussen de landen en je gaat vervolgens pellen met de rasanalyse om te kijken of het model technisch allemaal wel klopt. En u ziet in de tabel hier hele simpele voorbeelden. Kan je blijven staan voor een uur of langer, kan je rennen, je tanden poetsen, gewoon dagelijkse dingen. Ik kan het niet of met moeite of ik kan het wel. Vervolgens ga je dat schoonmaken, er zijn er bepaalde determinanten, er zijn er stations waar alle items aan moeten voldoen. Je maakt het schoon en dan blijven de 32 meest vertegenwoordigende vragen die vervolgens toepasbaar is in een internationale setting. Je gaat dan ook kijken naar bijvoorbeeld betrouwbaarheidsstudies. Want meting 1, twee weken later meting 2, moet allemaal binnen de grenzen gewoon vallen. Zowel de items als mede de patiënten. En dat bleek dus echt naadloos op elkaar aan te sluiten. En dit is als het ware een basis. Dat ziet er aan de linkerkant zo ingewikkeld uit, maar de patiënt krijgt eigenlijk een hele simpele vragenlijst voorgeschoteld, wordt ingevuld en dan vertaalt Karin Faber dat alles wat u links ziet, bijvoorbeeld in getal en maat, en dan kunnen we dat toepassen. En dit wordt momenteel dus internationaal vanuit Nijmegen gewoon gedreven in samenwerking met ons, wordt dat gewoon uitgerold. Wat moet je dan vervolgens doen? Je moet het longitudinaal gaan toepassen om afbuigingen, percentage van verslechtering vast te stellen. En dat geeft je dus ook informatie over de variabiliteit. Vaak denken we het is één ziektebeeld, heeft één gezicht, maar blijkt ook vaker meerdere dynamische processen daarbinnen te spelen. En zo kan je overgaan ook tot vaststellen via bijvoorbeeld bijeenkomsten wat responsief zijn is. En dat helpt je ook bij je juiste studieopzet naar de toekomst toe. En je moet dat niet vergeten te patenteren. En FSAD als voorbeeld duurde slechts 3 jaar om dat voor elkaar te krijgen. Mijn toekomstvisie. Zoals eerder aangegeven heeft Maastricht UMC Plus een vooraanstaande plaats in Nederland en internationaal verworven met een actieve betrokkenheid bij het ontwikkelen van uitkomstmaat en uitvoeren van internationale studies bij diverse aandoeningen, zoals ik noem een paar, Guillain-Barré, chronische vorm, CDP, multifocale motorenneuropathie, ziekte van pompen, dunne vezenneuropathie, familiaire amyloïde polyneuropathie en chemotherapie geïnduceerde neuropathie. Dit wil ik met onze groep consolideren en verder uitbouwen. Momenteel hebben we meer dan 20 internationale samenwerkingsverbanden en dat willen we ook bestendigen en verstevigen. Zo wordt momenteel deze kennis uitgebreid met de internationale multicenter registratiestudie van patiënten met een afwijkend eiwit, heet gammopathie, gerelateerd aan een perifere neuropathie of irritatie aan de zenuwen, met hiernaast ook nog in studies in dystrofische myotonie, FSAD, irritable bowel disease, dus langzaam maar zeker proberen we datgene waar je in voor staan uit te breiden naar buiten de neuromusculaire, buiten de neurologie. We zijn ook samenwerken met revalidatie, geneeskunde aan het opzetten en worden afspraken gewoon gemaakt met andere disciplines met chronische aandoeningen. Ten slotte wordt ook nauw samengewerkt met de diverse Nederlandse neuromusculaire centra waarvan diverse mensen hier aanwezig zijn. Waarvoor dank. We willen de kennis versterken bij de jonge professionals door inbedding in het huidige geneeskundige curriculum met accent op de waarde van data, uitkomsten en klinometrie, zowel traditioneel als modern. De diverse hierboven aangedragen onderdelen van de klinometrie zullen aan de orde komen in het onderwijs met aandacht voor aspecten als het placebo-effect, vaak onderbelicht, invloed van verwachting, expectation van de patiënt bij een behandeling en hoe deze determinante studies daadwerkelijk uitkomst kunnen beïnvloeden. En last but not least zullen we ook aandacht willen besteden aan het responderen met ravele gezichten. Ook wil ik de opgedane kennis op klinisch medisch gebied met uw steun, met name vanuit Maastricht UMC Plus, uitrollen bij andere disciplines hier in huis, waarbij ik zal streven een klinisch medisch consortium met ondersteuning van experts op dit gebied te kunnen gaan vormen. Voor de nabije toekomst wil ik met onze groep bezighouden met het ontwikkelen van een neuromusculair functionele index als proof of principle, een functionele maat specifiek toepasbaar bij individuele patiënt met een neuromusculaire ziekte die ook de functionele vergelijking mogelijk maakt tussen de diverse neuromusculaire aandoeningen. Met het uiteindelijke doel dit uit te breiden naar andere disciplines met andere chronische aandoeningen. Robert van Oosterbrugge, als ik mag dromen, dan durf ik ook het volgende namelijk naar voren te brengen, dat ik graag ook een ziekte-specifieke functionele index
graag zou willen hebben met ondersteuning van velen. Nou, hoe werkt dat nou? Je bouwt een liniaal voor het ziekenhuis. Hoe kan dat nou? Iets heel simpels. Het ziekenhuis bestaat gewoon uit afdelingen. Als je de neurologie daaruit ligt, dan kan je zeggen, ik wil een neurologie-specifieke functionele index gewoon bouwen. Nou, als je naar de neurologie kijkt, dan zeg je, de bouwstenen van neurologie zijn chronische ziektes. Je bouwt namelijk voor elke ziekte, bouw je zoals FSAD, een ziektespecifieke functionele index. Wat je vervolgens doet met al deze ziektebeelden, is je zoekt naar overeenkomstige items en je verbindt ze met elkaar. En zo heb je neurologie functionele index. Als je durft anders te zijn, en ik denk dat Maastricht zich echt daarin zou kunnen onderscheiden, zo'n ziekenhuisspecifieke functionele index, als je teruggaat, je hebt het voor de neurologie gebouwd, je doet het voor de orthopedie, voor de chirurgie, voor de interne, ga zo maar verder, dan kan je ze met elkaar gewoon verbinden en dan heb je gewoon een ziekenhuisspecifieke functionele index. Wat er nu niet bestaat, wil je ziekenhuizen met elkaar op een nette manier qua functionaliteit willen vergelijken. Zo heb je één functionele maat. Zoals wij hier in een groep bij elkaar gewoon zitten, zijn sommigen van ons gezond, sommigen hebben een heupoperatie, sommigen hebben een hartinfarct gehad, anderen hebben hoge bloeddruk. Maar we doen toch elke dag allemaal hetzelfde. Alleen de waarde van datgene wij doen is steeds anders, heeft een andere weging. Maar het is wel één taal van patiënt tot ziekenhuis, als we dat durven bijvoorbeeld op te stellen. Je standaardiseert de functionele uitkomst voor alle toekomstige klinische studies, waarbij de stem van de patiënt centraal staat. Je versimpelt het spectrum van uitkomstmaten en je verbindt zo onderwijs, wetenschap met klinische zorg gewoon met elkaar. Dan kom ik het laatste stuk, mijn dankwoord. Ik dank u allen nogmaals voor uw aanwezigheid en voor uw steun. En zonder iemand tekort te doen, wil ik beginnen eigenlijk met God te bedanken voor de vele momenten, klein of groot, van hoop, voor de continue sereniteit en strelende rust, voor de onverwachte momenten van moed en volharding. En dank voor vandaag, voor uw steun en guidance. Gebruik mij voor de doelen die mij overstijgen. Speciale dank aan het Prinses Beatrix Fonds en in het bijzonder aan haar algemeen directeur Ellen Sternburg. Beste Ellen, dank voor je jarenlange steun en vertrouwen in het werk wat onze groep aan het doen is. Door jouw enorme steun sta ik hier vandaag en ben ik jou en de medewerkers van Prinses Beatrix Fonds zeer erkentelijk. Dank ook aan Robert van Oostenbrugge, hoofd van de vakgroep Neurologie, voor je vertrouwen in onze neuromusculaire groep. Robert wist eigenlijk niet precies wat ik gedurende 14 jaar lang gewoon aan het doen was binnen Maastricht UMC, totdat ik vertrokken was. En hij in zijn puurheid mij terug kwam halen. En dank voor het vertrouwen en ondersteuning, Robert, dan stel ik bijzonder op prijs. Ten meer omdat je met David Linde, directeur van School Mental Health and Neurosciences, MENS, samen optrekken de eerste stappen te nemen om binnen Maastricht UMC Plus een klinometrisch consortium mogelijk te maken. Hartelijk dank voor de ondersteuning daarin. Ivo van Schaik, Giuseppe Lauria en Catharina Faber. Dank ook voor jullie bijdrage dat ik hier vandaag mag staan. Het is ook jullie feest. Jullie zijn fantastische wetenschappers en van onschatbare waarde voor de werkzaamheden die wij samen uitvoeren. En dank ook voor jullie vriendschap. En voor Giuseppe, ik hoop dat hij aan het luisteren is. You and Karen form the Beckhams of the Peripheral Nerve Society. And I thank you for your kindness through the years, friendship and tolerating my clinometric insanity. Het extrapoleren van de klinometrische zorg naar andere chronische aandoeningen binnen het Maastricht UMC Plus sluit naadloos bij de missie van de universiteit, waarbij de best mogelijke zorg rondom de individuele patiënt wordt gerealiseerd als onderdeel van het Value-Based Healthcare programma, waar collega Marieke Pierik de karttrekker van is. Marieke, dank dat je openstaat voor deze gek op klinometrisch gebied. En dat zou fantastisch zijn vanuit mijn leerstoel een bijdrage hieraan te mogen leveren. Dank aan Pieter van Doren, de man met magneten aan zijn vingers als het gaat om een klinische blik. Althans, dat is wat wij allemaal vonden. Onder andere Ron Meijer, die ook aanwezig is. En dank voor je bijdrage gedurende mijn opleiding en begeleiding in de eerste jaren van mijn wetenschappelijke carrière.
Dank ook aan collega Boy Hoeben en Roger Rennenberg voor mijn introductie bij de WES-studenten. En as we speak wordt een video geëdit en zal binnenkort opgestuurd worden voor onderwijs. Speciale dank aan Nicolette Nodermans, die zit hier links van ons, voor degenen die haar niet kennen. Door insiders betiteld als geniaal, maar een beetje gek. Nicolette, je zal zo begrijpen waarom je zo mild gerangschikt bent vanuit je genialiteit. Dank dat wij samen naar de Imagine-studie mogen optrekken. En het ziet er veelbelovend uit en de resultaten zullen ongetwijfeld onze patiënten gewoon helpen. Dank aan Basiel van Engelen, zit voor ons hier. En Carleen Mul voor de samenwerking en klinimetrie mogelijk te maken in UMC Nijmegen. En een collega Eftimov van Amsterdam, UMC, voor het partner op dit gebied. Speciale dank aan Herbe Barnaar, directeur Zorg en Jeugd Caribisch Nederland, onderdeel van VWS en senior beleidsmedewerkers collega Annegien van Alkemade en Gert-Jan Rietveld. Deze drie mensen hebben voortreffelijk ondersteunend werk gewoon verricht tijdens de COVID-pandemie aan de eilanden. Met mankracht, materialen, medicatie en middelen. En zo hebben wij tijdens de grootste golf in 2021 in 3,5 week tijd hebben het mogelijk gemaakt om van 8 IC-bedden naar 56 IC-bedden in 3,5 week tijd. Dat om te zetten, waarbij 137 personeel, een pluimage aan zorgpersoneel over is gevlogen vanuit Amerika en alle onderdelen van de wereld om ons op Curaçao te helpen. En dank daarvoor. Jullie interventie heeft ongetwijfeld vele, vele levens gered. En bij jullie namens het land zeer erkentelijk. Daaraan gelieerd is het ontstaan van de Dutch Caribbean Hospital Alliance, zogenaamde DCHA, een samenwerkingscoöperatie vanuit de zorg tussen de ziekenhuizen op de Caspes-eilanden, met als missie onderlinge afstemming van de medische zorg, lokaal en regionaal, op een duurzame wijze. Speciale dank aan een ieder op deze foto, en in het bijzonder Giovanni Frans aanwezig en Felix Holliday, heren die ik buitengewoon bewonder en een inspirerende visie hebben. En dank ook voor jullie vriendschap. Dank aan mijn vrienden, ik noem er maar twee, er zijn er veel meer. Collega Earl Essenboom, meest geniale, inspirerende, erudite, serieuze gek die er bestaan heeft. Nicolette, nou weet je ook waarom je zo bent gerangschikt. Earl, dank voor onze vriendschap meer dan 35 jaar. Ik dank Freddy Courriel ook voor het verrijken van mijn leven met zijn vriendschap met vele waardevolle levenswijsheden. En alle andere vrienden, ik ben jullie niet vergeten, Artie, Mark, Chandrix en iedereen van de DVV-DSK. Dank aan Siegfried Jehoen en Roy Pieters aanwezig voor mij, die mijn discipline hebben geleerd. Aan Leon de Wind, voor degenen die dat niet weten. Leon de Wind is mijn broer, maar van andere ouders. En aan Marnix Arensorts, een buitengewoon blanke man, die van alles houdt als het maar swingt en Latijns-Amerikaans gewoon oogt. Dank aan Robert Rico en Bill Winkel voor jullie vorming in de neurologie en neurochirurgie en geloof in mij. Dank ook aan de 1300 personeelsleden van Curaçao Medical Center, die onder moeilijke omstandigheden aan het werken zijn en puikwerk aan het verrichten zijn en tegelijkertijd in transitie zijn ter verbetering van de kwaliteit van de geleverde zorg middels een JCI-traject accreditatie door Henk Greuter en Natasha Filippa voortgestuurd. Nu ziet u eigenlijk alle 1300. In de nachturen kan je leuke dingen soms doen, hoor. Cordiale dank aan Carina Lombardi, de Freitas Bras, heel veel achternamen, maar zo staat het nou eenmaal, en Gilbert Martina, mijn directe medebestuurders, dank voor jullie ondersteuning in deze moeilijke tijden en mij bij te staan. En jullie hebben gewoon gelijk, Dios aprieta, pero no ahorca. Dank aan alle RVC-leden van het CMC voor jullie wijze adviezen en vertrouwen, algemeen managers, service line chiefs. Dank aan alle PhD's, van sommigen aanwezig zijn, die er geweest zijn en nu nog komen. Sonja, Mieke, Janneke, Mayenne, Els, Bianca, Tim, Brigitte, Marielle, Tatjana, Maurice, Margot, Dennis, Amir. Hopelijk ben ik niet iemand vergeten. Zonder jullie bijdrage zou ik hier niet staan vandaag. Speciale dank aan mijn familieleden, alle broers en zusters. In het bijzonder wil ik een dank uitbrengen, maar niet expliciet, maar allemaal. Aan Luella, Estelle en Josette en Hubert. En wil ik deze foto's laten zien, Lulu en Joyce. Ik begrijp dat de plasticiteit van de hersenen afneemt met het ouder worden, waardoor jullie nog altijd sterk de neiging hebben in het verleden te blijven leven. Maar voor de duidelijkheid, al ben ik de jongste, ik ben echt 58.
Dank voor jullie zorg tot de dag van vandaag en zelfs voor het uitzoeken van welke kleren ik wel of niet moet aantrekken. Speciale dank aan mijn broer Gladwin, hier aanwezig. We noemen hem Dad. Dank voor je opofferingen door de decades heen voor de familie en te hebben gezorgd. En voor je discipline dat je mij gewoon geleerd hebt, met name naar voren vallen. Dan mijn kinderen. Daar ga ik een slokje voor nemen. Jamie Ellers Kim. Dank dat je mijn inspiratiebron bent. Mijn hart en ziel. Mijn voor en achter. Mijn links en rechts. Mijn boven en onder. Mijn buiten en binnen. Ik hou heel veel van je. Ik ben zo blij dat je straalt naast Niels. Jullie zijn prachtig samen en ben zeer trots op wat jullie allemaal gedaan hebben door de scheur en bereikt hebben. Dank voor het verrijken echt van mijn leven. En Jamie, misschien wist je dat niet, het zijn geen jurken, maar echt toga's. Dus het is maar een klein idee. Melissa staat helemaal rechts op deze foto. Krachtige, dynamische vrouw, ordelijk mooi, intelligent. Naar je moeder, dank je Pablo Guido, blijdschap en warmte. Ik ben zeer trots op je, wat je tot dusver bereikt hebt. Melanie, het staartje van je moeder. Rabito de tu mamá, como dicen in het Spanje. Krachtig en machtig mens. Bewegingswetenschap aan het afronden en geneeskunde, student tweedejaars. Bedenk dat je innerlijke rust, devotie en nederigheid, naast je geloof, je absoluut verder zal brengen naar grotere oren dan je denkt of durft te denken tot dusver. Laat niemand je remmen in niets. En zeker niet in je levensdrive. En ben zeer trots op je. Gerrit, ze is jammer genoeg niet aanwezig. Die moest namelijk een examen vanmiddag nog afmaken. Maar ik beschouw Gerrit als een omnipotente man met een IQ meer dan 170. Kan het ook niet helpen, maar dat heeft hij echt. Je hebt alle, maar dan ook alle ingrediënten in de wereld om aan je voeten, om de wereld aan je voeten te hebben en dienend daarin te zijn. Ben trots op je en verwacht niet anders dat je dit jaar je studie technische natuurkunde en informatica te Delft Universiteit zal afronden. Dames en heren, ik excuseer me een beetje dat ik overga in het Spaans, want ik denk dat het wel belangrijk is. A la familia de mi señora. Gracias por estar aquí. Les agradezco mucho. Agradecimiento especial al señor Junior como miembro de ASOCUQUI. Asociación de Cuñados de Quintero, oftewel Vereniging van de Zwagers van Quintero. Ik kan u zeggen, we hebben het goed samen. En last but not least, a mi señora. Gracias por estar en mi vida. Y por soportar este hombre que lamentable, que lamentablemente parece tu papá. Gracias por los años que hemos vivido y que los años que van a venir. Tú eres, como el dicho dice, mi alegría, mi abrazo, mi dulzura, mi alimento, mi guía, mi inteligencia empíricamente y mi alma. Yo sí te amo, del Carmen. Yo he dicho, ik heb gezegd. Professor Merkies, beste Ingemar, hartelijk dank. In klinimetrisch opzicht zou ik een nominaal oordeel willen vellen voor deze oratie. Indrukwekkend. Inspirerend. En welke van die twee, hoe we die ordinaal naast elkaar leggen, dat laat ik aan u, aan het publiek, over. Maar
mijn ratio-oordeel zou het toch in ieder geval zijn 10, klinimetrisch gezien. Ik denk dat het hele mooie, inspirerende woorden zijn geweest die we hebben mogen horen vanmiddag. Als Universiteit Maastricht zijn we enorm blij dat we Ingemar in ons midden mogen hebben en de mooie ideeën die je daar nog verder gaat uitwerken in ons midden. Hiermee wil ik deze academische zitting sluiten. Wij gaan nu naar een receptie en die is in de refter en die kunt u vinden als u het cortège volgt, die mensen in de jurken, voor de schoonzoon. Die hoeft u wat te volgen en dan komt u daar vanzelf. Mijn advies is, ga niet in de rij staan. Maar kies gewoon een plek in de ruimte. En laat u alvast verwennen door hapjes, drankjes die daar zijn. En kies dan even het moment om professor Merkies te feliciteren. Gebruik dan dus ook gewoon dat moment om elkaar nog wat beter te leren kennen. En doe dat in de ruimte en niet op de gang al in een rij staand. Nogmaals mijn felicitaties en ik wens iedereen een hele fijne dag. Dank u wel.